Hey yo, what's up my friends? It's your boy Eritje. En kijk waar ik vandaag sta, aan Bozijn natuurlijk. Want hier repeteert en treedt het BNO wekelijks op. En het grappige is, ze hebben me uitgenodigd om een aantal instrumenten te raden. I don't know how it's gonna go, but let's go. Oh. Alright. Let's go. En nu zie ik helemaal niks meer. Alright, maar je prêt? Commençons. Hé. Hey. Je crois que je reconnais. Ça, c'est le bruit de l'amour. Moi, je suis sûr à 100% que c'est une harpe. Vérifions. Et ouais, c'est une harpe. Moi, quand je la vois directement, ça me fait penser à l'amour, à Cupidon. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est un des plus vieux instruments du monde, avec la flûte. Et il faut savoir qu'on raconte que la harpe a été imaginée avec ce son de la flèche qu'on tire avec l'arc. Voilà. Cupidon, en fait. C'est étonnant. Quand j'entends un violon directement, je fonds carrément, je suis en mode... Mais moi, j'ai déjà essayé de jouer un violon, mais à chaque fois que je joue au violon, je sais pas, ça fait un... Voilà, justement ça. Tu pourrais me montrer comment est-ce qu'on tient un violon en fait? Le violon est une question de géométrie. Ouais. En fait, ce sont que des parallèles, des perpendiculaires et des carrés. Donc une fois qu'une de ces dimensions est faussée, on n'a plus le son parfait qui puisse en ressortir. L'archet doit être exactement parallèle au chevalet. Okay. S'il dévie d'un tout petit millimètre, par exemple, bon voilà. Tu vas comme ça. Ça a l'air facile, mais j'aimerais bien essayer pour voir. Tu veux essayer? Allons-y alors. Ah ben, un prodige. Il y a de la percussion, ça c'est sûr. It's a drum. Oh nee. Damn. Ik heb me dus vergist. Ik dacht dat het een drumstel was, maar het is duidelijk iets anders. Maar wat is het dus? Het zijn de pauken. Maar hoe kan je dus een pauk onderscheiden met een drumstel? Dit is een melodisch slagwerkinstrument. Een drumstel kan je geen melodie spelen. Alle toms en trommels hebben hun klank. En dat is het, daar kan je niks aan wijzigen terwijl je aan het spelen bent. Ik heb hier pedalen, ik kan echt noten spelen. Echt heel mooi. Ik heb echt kippenvel. Het is ook een bougie-instrument, echt zo ijdel. Ik ga hem ook doen. Een klarinet. Maar nee, jongen. Bram, ik was dus verkeerd. Het is geen klarinet, maar wat is het dan wel? Het lijkt wel op een klarinet, maar het is een hobo. Ah. Het is van dezelfde familie. Een hobo? Een hobo, ja. Niet hobo, maar hobo. Oké. En kan je dan zonder ritje ook hobo spelen? Dat gaat moeilijk, maar ik kan een klein beetje... Dat is niet de bedoeling. Nee, dat is ook ineens een ander geluid. Een ander geluid, ja. Maar eigenlijk de essentie van de hobo is het riet. Oké. Het was best wel leuk. Het is mij gelukt. Bon, half. Ik heb niet alle instrumenten kunnen raden. Maar hopelijk hebben jullie het beter gedaan. Hè?